Hallo allemaal en welkom bij Hello Insurance. Mijn naam is De Koster en om de twee weken zit ik samen met een gast in onze studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics in het Belgische verzekeringslandschap. Elke ondernemer wil groeien. Groei in geografie, groei in medewerkers, groei in portefeuille. Maar hoe kun je die groei nu perfect realiseren en wat ligt er aan de basis van een gezonde en groeiende organisatie? Vandaag spreek ik erover met Kevin Verhucht. Kevin Verhucht is Managing Partner bij Business Booster. En uh, sinds kort ook, Kevin, uh, Sales Director bij Broker Cloud. Top. Welkom, Kevin. Uh, merci om hier te zijn. Dank u wel. Top. Ik ben, uh, ik ben zeer blij dat je hier bent, uh, Kevin. Want hij uh, belooft een, uh, een fantastisch gesprek te worden. Uh, zeer interessant. Maar misschien voor de mensen die Business Booster nog niet kennen, wat, wat is Business Booster juist? Wat doen jullie precies? Wel, Business Booster is eigenlijk een. Uh een headhunting kantoor gespecialiseerd in de recruitment van salesprofielen en ook leidinggevende van salesprofielen. Maar het leuke voor de bedrijven is dat wij ook verder gaan dan enkel maar het aanleveren van heel sterke salesprofielen, omdat wij ook KMO gecertificeerd zijn in zowel advies. Als ook, in, als, als ook voor opleiding. En uh, wij kunnen dus voor bedrijven ook de customer journey in kaart gaan brengen, die macroacties in kaart gaan brengen, zien van oké, okay, wat, uh, wat doen jullie juist en waarom, en die macroacties dan gaan versterken door een stukje de technologie ook te gaan omarmen en de microacties te gaan implementeren om zo de beleving van de klant te gaan optimaliseren. Ja. En daarnaast natuurlijk uh, geven wij ook opleiding, training, scholing, ja, van het commerciële orgaan, mm -hmm. uh, om die uh, salesresultaten te kunnen verbeteren. Ja. En dat doen jullie ook vaak voor verzekeringsmakelaars? Wel, dat is inderdaad iets dat we ook uh, voor verzekeringsmakelaars doen. Voornamelijk nu recruitment van salesprofielen. Uh, dat is eigenlijk wat we nu heel hard op aan het inzetten zijn voor verzekeringsmakelaars. Maar we hebben ook daarnaast uh, nog buiten de sector uh, heel wat trajecten lopen uh, en, uh, en heel wat opdrachten. Uh, dus het ja. dus is niet specifiek alleen voor de verzekeringsmakelaars. Ja. Nu, het is wel zo dat uw carrière ooit begonnen is uh, in de verzekeringssector, uh, al, al uh, in een, een hele tijd terug bij het uh, toenmalige Hamburg-Mannheimer, uh, later dan, uh, dan Ergo Insurance. Nu, als er één iets is wat, uh, uh, wat toch wel typerend is aan, het, uh, aan Ergo Insurance, dan is het dat dat toch bekend stond om zeer sterke commerciële uh, profielen te hebben. Het is daar, Kevin, dat je uw commerciële ervaring het eerst hebt, uh, hebt opgedaan? Wel, laten we zeggen, inderdaad, dat is, uh, is zeker zo. Hè? Dus uh, om het uh, even te kaderen: ik was, uh, ik was uh, destijds uh, afgestudeerd uh, als elektronicus, uh, gestart als elektronisch tekenaar in een, uh, in een staalbedrijf in Gent, hè? dat is uh, ArcelorMittal. En ik wist eigenlijk vrij snel: van, uh, hier ga ik geen 65 nee, jaar. Dat wordt hem niet. Nee, uh. Dat is hem zeker niet. Uh, en uh, ik, uh, ik voetbalde toen ook hè, uh, in, uh, bij een lokale derde klasse. Uh, en uh, een, een voetbalvriend van mij, een goede kameraad van mij, die had mij bezocht op een avond om mij zijn een methode aan te tonen om minder belastingen te betalen. Wat ik dacht van, hè, dat is interessant, hè, mm. dus ik liet die uh, komen. Um, die heeft daar een fantastische uitleg gegeven. Um, en ik was niet alleen overtuigd van: eh, ik moet hier iets aan doen, ik wil, ik wil pensioen sparen. Mm -hmm. uh, want dat was natuurlijk de core business van uh, Hamburg-Mannheimer. Mm -hmm. Maar ik had vooral zoiets van: hé, hey, wat dat jij doet, dat, uh, dat zou mij ook wel willen boeien. Hè? Dus uh, dat is iets dat ik ook wel graag zou willen doen: mensen adviseren, mensen eigenlijk uh, overtuigen van een, een sterk product. Hè? Mm -hmm. um, en dan heb ik uh, ook gevraagd of dat ik dat zelf ook kon doen. Uh, en zo uh, heb ik eigenlijk mijn eerste stappen gezet binnen uh, Hamburg-Mannheimer. En dat is eigenlijk een heel tof avontuur geweest. Uh, ja. Ik heb daar uh, enerzijds uh, leren verkopen. Ik heb daar ook uh, uh, heel veel geleerd. Hè. Uh, dus uh, ik zeg altijd: verkopen is niet iets uh, dat je aangeboren meekrijgt. Uh, men zegt vaak: het is een goede babbelaar. Ja. Dus het is een goede verkoper. Maar dat is het zeker niet. Hè. Dus uh, telling is not selling. Verkopen is, uh, is een stil. Verkopen ja. moet je leren uh, en wat, de, wat ik wel heb, uh, heb geleerd is bij Hamburg Mannheimer destijds, is dat ik dat in stil heb geleerd ja, ja. Uh, en ik ben daar ook, ook dankbaar, hè, want ik heb, uh, die, heb, die hebben mij toch wel gebracht tot op het niveau waar ik vandaag zit, op het niveau van sales. En heel veel van die materie die ik daar geleerd heb, kan ik vandaag nog verder zetten en kan ik ook nog aanleren aan mensen over salestechnieken, ja. argumentatie technieken, leren bellen. Ja. Dat is eigenlijk een aantal basiszaken die toch voor een groot stuk blijven, ongeacht ja. de tijd toch enorm geëvolueerd is. Ja, want als we natuurlijk kijken naar, naar de makelaarskantoren... dan zien we zeer vaak dat de, de ruggengraat, zal ik maar zeggen, van een commercieel apparaat zijn. Natuurlijk die commerciële medewerkers, die mensen die klanten zien of klanten ontvangen. Nu als je net spreekt over salestechnieken en dergelijke meer, wat maakt voor u een goede verkoper? Dat is een goede vraag. Wel, een goede verkoper is naar mijn gevoel iemand die in staat is om. Vooral goed te kunnen luisteren. Ja. Hè? Um, het is door te luisteren naar de klant, door goed de behoeften in kaart te brengen, uh, dat je kan inspelen op de noden van de klant. Hè. Mm -hmm. uh, en uiteraard is er een salesstructuur, en dat er kan ervoor zorgen dat door het toepassen van enkele technieken, dat jij je, je sales kan stimuleren. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk, als je, uh, ik vergelijk dat vaak, als je morgen uh, piano speelt. Hè. Uh, mijn jongste zoon die is nu begonnen met pianolessen. Mm -hmm. uh, daar staat een piano toestel en daar staan eigenlijk allemaal knoppen op. Mm -hmm. En uh, als jij op die knoppen duwt, ja, dan uh, gaat, jij, gaat jij van binnen gaat jij een snaar uh, bespelen. En het is die snaar die een geluid maakt. Uh, en het is niet omdat je op die knoppen duwt, ja, dat je sowieso muziek krijgt. Het is mm. omdat je op de juiste knoppen weet te duwen. Ja, de dus juiste we, combinatie. de ja. juiste combinaties weet te maken, dat je inderdaad muziek krijgt. En dat is in de verkoop niet anders. Ja, je moet de juiste, de juiste toetsen weten te bespelen, ja, om die klanten te overtuigen. Ja, en, uh, en je product uh, zo te kunnen aanprijzen als oplossing voor de behoeften van de klant. En effectief, uh, naar mijn gevoel, een goede verkoper is iemand die daar... In om uh, de juiste vragen te stellen, goed te, goed te luisteren. En dan de juiste oplossingen ja. op de juiste manier weet te mee, mee te geven. Ja, ja, want het is natuurlijk zo dat die, dat die groei vandaag bij een makelaar uh, verwezenlijkt wordt. Hè. En dat is ook een vraag die wij bijvoorbeeld vaak krijgen: hè. hoe kan ik nu doen groeien? Nu, als ik daar rond hoor in de markt, hè, zeker na uh, de ervaring die, die je zelf al hebt opgedaan, hè, dan hoor ik heel vaak zeggen. Ja, Kevin, die is eigenlijk een groeiexpert, hè. Zo zouden toch een stuk kunnen, uh, kunnen zeggen. Nu, als groeiexpert, stel ik bel morgen naar u als makelaar, Kevin, en ik zeg: Kijk, ik wil morgen graag, of volgend jaar bijvoorbeeld graag, een vierde groeien. Ik wil 25% groeien met mijn onderneming. Welke stappen zou je bij mij ondernemen, of wat zou je kunnen doen, zodat ik die groei kan realiseren? Well, uh, het leuke van het verhaal is dat uh, als een makelaar mij zou bellen en zeggen: Ik wil 25% groeien, uh, dan, uh, dan zie ik al a priori een makelaar die een doelstelling heeft. Ja dat vind ik al een heel belangrijk begin. Eh, ik heb ondertussen heel wat makelaars die helaas op rulantiet draaien. Hè. Ja. En die zijn wel bezig elk jaar. En, en die kunnen wel hun rekeningen betalen. En die kunnen wel voor zorgen dat zij zoiets kunnen stagneren. Hè. Eh, maar iemand die zegt: ik heb een doel. Ik wil 25 groeien. Dat is al een, een mooi begin. Hè. Ja. Alles start met een doel. Natuurlijk een doel die niet wordt uitgeschreven en die niet wordt mm -hmm. geconcretiseerd. Het is enkel maar een, 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 een wens, hè, hè? Ja. dus uh, je moet het ook gaan concretiseren, dus er moet ook een plan mm. tegenover staan. Mm. En uh, wat dat we daar wel zien, is dat ja, de makelaars, er zijn verschillende type makelaarskantoren, hè? de ene is al een stuk groter, mm -hmm. de andere is nog maar startende, uh, de andere die bestaat uit meerdere kantoren. Mm -hmm. um, het is daar vooral belangrijk dat we zien, oké, okay, waar waar, hoe wil je juist groeien? Ja. Hè? Um, je hebt de makelaars die willen groeien door effectief nieuwe klanten te gaan maken. Je hebt andere makelaars die, waarbij dat belangrijk is om echt wel een keer te zien in die portefeuille. Uh, die portefeuille die ik heb, hoeveel monoklanten zitten daarin. Mm -hmm. hè, dus uh, hoeveel verdien ik eigenlijk aan mm -hmm. een klant? Hè, wat ja. dat ook belangrijk is, omdat het is geen schande om te zeggen dat de primaire uh, behoefte van elke ondernemer moet wel zijn uh, winst maken. Hè. Ja. Dus je moet een rendabel kantoor hebben. Um, en hoe gaan we dat doen? Ja, dat gaan we doen door. Die uh, klanten eigenlijk een advies te gaan geven en daar ook een oplossing te bieden voor de uitdagingen of voor de noden waar die klant mee speelt. Na mijn gevoel uh, uh, kun je inderdaad met een goed beheerspakket kunt jij ervoor zorgen dat jij. Uh, uw klantenportefeuille, mm -hmm. dat jij die uh, zeer goed in kaart kunt brengen mm -hmm. en dat je daar dus ook de zeer goede acties kunt op gaan, uh, gaan uitvoeren. Is daar dat de echte opportuniteiten zitten voor de makelaar volgens u in de bestaande portefeuille? Ik denk dat daar zeker een grote opportuniteit zit. Ik mm -hmm. uh, uh, ben er eigenlijk van overtuigd is dat uh, de kunst is als je morgen ervoor zorgt dat je bestaande klanten dat die in de breedte zijn uitgebouwd. Mm -hmm. Dat die klanten ook tevreden zijn over de service die ze krijgen, dan zijn dat mogen ook uw ambassadeurs. Ja. Dat zijn ook diegenen die ervoor zullen zorgen dat uw nieuwe klanten dat die ja. veel gemakkelijker weg zullen vinden tot in jouw kantoor. Ja. Dus ik ben er wel van overtuigd dat er daar een zeer, een zeer grote opportuniteit zit. Mm -hmm. Uh, ik weet, ik heb mijn carrière gemaakt destijds, hè, hè, want me vertelde vaak bij Hamburg Mannheimer, ja, dat is, uh, eenmaal dat je familie hebt afgewerkt, ja, dan, is het, uh, dan is het gedaan. Hè. Ja, nee, dan begon het eigenlijk maar pas, ja. hè, hè, dus dan begon de business. Hè, dus uh, uh, ik heb heel, heel sterk gewerkt op preferenties. Uh -huh. hè, door uh, op het einde van het gesprek naar de klant te vragen, van oké, okay, wat vond je ervan? Ja. Hè, dus, uh, en door die klant te gaan vragen, hè, van kijk, uh, aan wie zou jij... Wie zou je mij nog aanbevelen om datzelfde advies te krijgen? Ja. Het is iets dat vaak niet meer gebeurt, hè, maar het is wel een snelweg naar nieuwe klanten. Hè. Ja, ja, ja. Uh, dus, um, dus, naar mijn gevoel, is dat: één, uh, zorg dat je een plan hebt, hè, en twee, is dat natuurlijk, uh, is dat als je dan, dan wil gaan uitrollen, is dat je in je agenda, dat je een vaste plaats hebt ja. om ook die gesprekken te gaan doen. Ja. Ja, dus als je het belangrijk vindt om te groeien, dan moeten die groeigesprekken een vaste plaats hebben in hun agenda. Met groeigesprekken bedoel je klantengesprekken. Nieuwe klantengesprekken. Ja. Okay. Stel, want je spreekt nu natuurlijk over uh, uh, makelaars die vooruit willen, die willen groeien. Maar daarnet heb je het ook over uh, veel makelaars die eigenlijk stagneren, die niet meer vooruit gaan. Denk je dat er zoveel zijn in de markt? Denk je dat dat een probleem is? Ik denk dat er sowieso zijn. Hè. Uh, ja. Ik denk alles begint met, uh, met ambitie. Ja, je hebt makelaars die echt wel de ambitie hebben om nog echt verder te groeien. Je hebt andere makelaars die uh, die uitbollen. Ja, mm -hmm. Je hebt makelaars die zeggen, ik, uh, die technologie, uh, pooh, ik heb het al jaren zo gedaan, mm -hmm. hè, waarom zou ik het plots veranderen? Uh, die zijn er altijd. Hè. Mm -hmm. uh, ik zal altijd respect hebben voor de, voor, de, voor de beslissing die mensen maken. Uh, alleen uh, voor die mensen, ja, als ze de ambitie hebben om, het, uh, om te blijven werken zoals ze gewoon waren, en ze moeten nog 15 jaar verder doen. Ja, dus uh, dan moeten ze zichzelf soms in vraag kunnen stellen: gaan we dat dan nog 15 jaar doen ja, door meer omzet of door dezelfde ja. uh, omzet nog te kunnen halen? Daar, daar zie ik wel uitdagingen ja. voor die mensen. Ja. Recent is het ook zo dat vanuit Business Booster Digital Broker is ontstaan. Een concept die toch zeer veel makelaars heeft kunnen bereiken. Ook de federaties heeft kunnen bereiken, heel ja. veel partners heeft kunnen bereiken. Kunnen we misschien kort even uitleggen voor de mensen die Digital Broker niet kennen, wat, wat houdt dat concept precies in? Ja, dat is tof. Ja, inderdaad, Digital Broker. Dus we zijn uiteraard ook een, een opleidingsorganisatie met Business Booster. En we hadden al langer het gevoel van. Wij willen de, we hadden met een aantal verzekeringsmakelaars gepraat, uh, grotere tot kleinere kantoren. Mm -hmm. uh, en wij stellen wel vaak vast dat zij met dezelfde uitdagingen spelen. Uh. Uh, dus wij zijn dat uh, in kaart gaan brengen van wat zijn zo de grote topics mm -hmm. yeah, waar, uh, waar eigenlijk zowel kleinere, grotere, jongere, oudere kantoren waar zij mee spelen. Uh, en, uh, en dan zijn wij gaan nadenken van hoe kunnen wij. Nu toegevoegde waarde brengen voor die makelaars. Om ervoor te zorgen dat zij toch future-proof kunnen werken en toch die, die technologie kunnen gaan omarmen mm -hmm. om zo. ...de efficiëntie in hun kantoor te gaan vinden... ...en zo toch meer omzet te kunnen gaan re realiseren. En hoe zijn jullie dan te werk gaan precies? Wat, wat wij gedaan hebben, is dat wij... Uh, april gekeken hebben van... Uh, ...wat zijn de grote topics mm. hey, die we willen kunnen bespreken? Dat, dat ging onder andere over... ...online communicatie. Mm. We zitten in een tijdperk dat... That, uh, ...onbekend is uh, onbemind... Mm -hmm. he? ...in het land van de blinden. Ja. Yeah? Is, uh, hoe zeg ze Het Sprik is één koning. Het schenken, ja, dus, <z acabarland> een, um, um, als je onbekend is onbemind... He? ...vandaag social media... Online, online, online kenbaar zijn. Dat is een heel belangrijk gegeven. Twee is uh, efficiëntie op kantoor. Ja, dus uh, hoe kunnen we efficiënter op het kantoor werken? Uh, dat was zeker ook een topic. Uh, schadeafhandeling, hoe mm -hmm. kunnen we daar efficiënter in zijn? Hè? Uh, compliance, compliant werken, ook een heel mm -hmm. belangrijk gegeven. Hè? En dan een laatste topic, hè, dat was van hoe kunnen we groeien met meer klanten? Hè? Ja. Uh, en in het algemeen, hoe kunnen we groeien? Um, dat waren zo'n vijf topics dat we zagen. Mm -hmm. Daar zitten uh, toch wel heel wat uh, makelaars met een uitdaging. En dan zijn we gaan kijken van welke Belgische. Techspelers mm -hmm. ja, bieden eigenlijk een oplossing voor een van die topics. Mm -hmm. En dan zijn we met die mensen gaan praten en hebben eigenlijk een pakket uitgewerkt waardoor dat we er kunnen voor zorgen dat die topics gratis konden worden aangeboden voor de makelaars. Mm -hmm. En hebben we eigenlijk vrij snel, uh, doordat wij daar zelf de nodige uh, branding rond rondge, gedaan hebben en doordat ook de, de insured spelers dat ook gecommuniceerd hebben mm -hmm. via de nodige kanalen, uh, is daar vrij spontaan meer dan duizend verzekeringsmakelaars mm -hmm. op afgekomen over die vijf webinars. En ja. hebben wij ook op een heel hands-on, zeer praktijkgerichte, zeer dynamische uh, manier, hebben wij toch al die topics kunnen bespreken. Mm -hmm. En wat, dat ons vooral zeer, uh, wat dat we vooral int heel interessant vonden, is hoe sterk dat ook de makelaars, ja, elkaar eigenlijk aan het, uh, aan het adviseren waren, aan mm. het inspireren waren over de manier hoe dat ze werkten. En ja. eigenlijk elkaar zo naar een hoger niveau ja. brachten. Of Echt? elkaar eigenlijk overtuigden van ja, hey, we hebben dat ook, uh, we hebben ook die uitdaging gehad, we hebben daarop ingezet. Hè. Mm. Ja, en doordat we dit gedaan hebben, zien we vandaag dat we mm. efficiënter werken, dat we meer omzet draaien, dat we een betere klantenportefeuille hebben. Ja. Ja, dat is eigenlijk... Uh, dat is dus dat de reacties waren zeer positief eigenlijk? Onwaarschijnlijk positief. Ja. Okay. Dat, heeft ook ons aange... dat heeft ons ook gestimuleerd om mm. in 2021 om daar terug, hè, en we kunnen dat nu ook al zeggen, twee fantastische edities klaar te zetten. Mm -hmm. Eén in uh, het eerste semester van 2021 en dan een tweede in het mm -hmm. tweede semester van 2021. Met hetzelfde concept, of hoe moeten we dat zien? Ja, dus wat we sowieso gaan doen is we gaan. Uh, we gaan ervoor zorgen dat we uh, terug verder gaan op hetgeen dat we reeds gedaan hebben. Mm -hmm. Dat is geen copy-paste verhaal. We gaan eigenlijk verder bouwen. Er zijn ook een aantal andere spelers die ook vragende partij zijn. Van kijk, kunnen wij ons daar niet mee aan koppelen? We hebben altijd gezegd, we willen een... We willen uh, toegevoegde waarde kunnen mm. blijven brengen. We willen ook een accelerator zijn. Hè? Mm -hmm. uh, maar we willen vooral ook uh, focussen op Belgische ondernemingen. Ja, dus het zijn ook Belgische insurtechs ja? ja, die ook mee zullen uh, participeren. En er zullen ook wel wat andere topics uh, aan bod komen. Mm -hmm. uh, zodanig dat ook elke makelaar kan blijvend geïnspireerd worden. En daar ook de nodige, ja? uh, de nodige energie en de nodige... Uh, inspiratie kan halen ja. om, uh, om zijn, of zijn of haar kantoor te gaan verbeteren. Ja. Want nadien, na de webinars, gingen jullie ook effectief bij die makelaars langs? Of ja. dat, er kon ook een vervolg aan gebreid worden. Uh, um, hoe, hoe werkte dat juist? Ja, dus effectief, uh, we hebben die webinars hebben we toen gelanceerd uh, en dat was, was uh, exact vijf webinars over hmm. 30 dagen. Ja. Uh. Uh, nu, wij weten in de praktijk, hè, we hebben het ook gemerkt uh, bij uh, destijds bij de opleidingen die we zelf gaven uh, uh, in house, hè, maar ook uh, bij de opleidingen die we gaven in bedrijven, is dat heel veel mensen naar huis gaan met het gevoel van wauw, dat was heel interessant, heel waardevol, hè, maar die daar dan finaal niks mee doen. Ja, hoe pak ik dat nu vast? Hè? Ja. Dus eigenlijk is dat zonde, hè? of die beginnen daaraan. Hè? Dat zijn zo de beste voornemens. Hè? Mm -hmm. ja, dus die zijn er ook altijd zo in januari, ja, de beste voornemens. Hè? En ook als mensen willen vermageren, dat is dan in januari start men eraan. Ja, of juist voor de zomer. Ja. Met, de met de intentie om. Ja, er iets aan te doen, maar eigenlijk vervalt men vrij snel weer in de gewoontepatronen. Uh, en dat is hetgeen dat we hier ook worden vermijden. We worden eigenlijk mm -hmm. vermijden dat mensen naar huis gaan met het gevoel, na dertien dagen, na vijf webinars, van hey, dat was inspirerend, mm -hmm. dat was motiverend. Hè maar die daar dan niks mee doen. Ja. En daarom hebben wij een, uh, een pakket uitgewerkt, dat noemt de 30-day challenge, hè, mm -hmm. hè, waarbij dan we die makelaar effectief ook mee uitdagen van Zij, zie, we hebben het nu meegegeven, hè, maar nu wil er ook mee aan de slag gaan, we gaan u helpen. Mm -hmm. We gaan u helpen, zeer hands-on, zeer, uh, zeer resultaatgericht, hè, maar wel one-on-one, -on -one mm -hmm. om die materie die we hier hebben aangereikt, hè, om te zien op mm -hmm. uw kantoor, hè, waar zitten uw pijnpunten, waar zitten uw uitdagingen en hoe kunnen we ja. u daarin helpen om effectief ja, uw kantoor te gaan digitaliseren, uw werking te gaan optimaliseren ja. en, uh, en future-proof te zijn? Ja. Kunnen we daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld een makelaar die, die, waarbij jullie concreet zijn langs geweest, die jullie hebben kunnen helpen? Ja, zeker. We hebben Ach. een. We hebben zo verschillende, verschillende kantoren. Er zijn ook nog een aantal kantoren waar we nu nog mee bezig zijn. Mm -hmm. hè. Maar uiteraard, uh, elk kantoor is anders. Hè. Mm -hmm. uh, nu, wat we vaak wel merken, en dat is wel het eerste, hè, is dat uh, uh, het stukje ondernemerschap. Hè. Mm -hmm. uh, we gaan echt wel. Uh, er is een mooi Engels spreekwoord die zegt: uh, When it needs to be, it starts with me. Mm -hmm. uh, het is uh, daar heel belangrijk. Hè. Men wilt wel van alles gaan opzetten. Maar de vraag is: waar wilde jij als ondernemer, mm -hmm. als ondernemer naartoe? Hè? Ja. Uh, dat is toch een vraagstuk waar dat toch velen nog niet altijd het antwoord ja. op hebben. Ja. Dus en, en dat geeft ook duidelijkheid. Ja. Hè, van oké, okay, waar wil ik naartoe gaan als kantoor? Waar wil ik naartoe gaan als ondernemer? Mm -hmm. um, dat geeft richting. Eh, dat gaat er ook voor zorgen dat je gemakkelijker kunt kiezen voor datgene dat je zegt dat gaat mij helpen in het realiseren van mijn targets. Hè. Dat gaat ook helpen om te kiezen en afscheid te nemen van zaken die je te veel tijd ja. eh, in beslag nemen en nu niet zullen helpen in het realiseren van je targets. Ja. En dan gaan we uiteraard eh, veel gemakkelijker ook eh, alle, alle andere zaken die we ook hebben meegegeven in die topics, hè, ja, die gaan we dan ook punt voor punt gaan ja. bekijken. Eh, en wat we daar ook zien dat een heel belangrijke werkoefening is voor vele ondernemers, is process management. Mm -hmm. Wat als, hè, als ja. morgen een storm zou voordoen, hè, mm -hmm. wat is eigenlijk de flow die we als kantoor zouden moeten hanteren, ja. om ervoor te zorgen dat als we straks ook weten dat er we ontzettend veel schade zijn, dat gaat geen onwaarschijnlijk een druk op ons kantoor ja. zetten. Echt een stappenplan die uitgebouwd echt. wordt. Maar ja. op, op alle niveaus. Hè. Okay. En daar is zeker ook wel uh, nog heel veel werken bij vele ondernemers hè. Ja. en bij vele uh, verzekeringsmakelaars. Ja. Ik pik daar graag even op binnen, want we spraken ondertussen al heel wat over uh, ondernemers, ondernemerschap. Hè. Maar België is zeer rijk aan zelfstandigen, hè, zoals ja. dat dan heet. Hoe kan ik nu als zelfstandige groeien tot ondernemer? Hoe kan ik dat gaan omarmen om eigenlijk ervoor te zorgen dat mijn organisatie echt gaat groeien? Ja, je hebt natuurlijk heel wat zelfstandigen. Uh, die vandaag alleen werken. Hè? Mm -hmm. Vanuit het idee van ja, wat ik zelf doe, dat doe ik beter. En ik weet ook, wat ik zelf doe, dan weet ik ook welke tijd dat ik daarvoor nodig mm -hmm. heb. Want als ik natuurlijk ga groeien, hè, en ik ga echt een onderneming gaan uitbouwen, mm -hmm. uh, ja, dan ga ik met mensen gaan werken, uh, ja, dan heb ik natuurlijk uh, nog meer werk. Hè? Uh, dan stopt het nooit. Mm -hmm. hè? Dat is vaak de interne representatie die men dan heeft. Hè? Maar dat, als je dan juist met die mensen babbelt, die zeggen, ja, doordat ik met... ben gaan schalen, ben ik ook heel wat taken kunnen gaan delegeren. En ben ik echt een aantal uren kunnen gaan multipliceren. Ja, echt meer tijd gecreëerd. Meer tijd gecreëerd. Dus die hebben eigenlijk tijd gewonnen... Door te gaan schalen. Ja. Um, ook, uh, ook financieel. Ja? Ja. Dus uh, die hebben juist meer inkomsten zijn, zijn juist meer inkomsten gaan genereren mm -hmm. doordat ze juist zijn gaan schalen. Mm -hmm. Dus mijn advies daar is naar die, naar die zelfstandige, is: babbel zeker met die ondernemers. Hè? Mm -hmm. uh, laat u juist inspireren. Uh, en zorg dat je daar dingen kan van gaan tanken, dat je daar ja. dingen kan van. Kan van leren ja. om dan zelf te gaan toepassen en toch te werken aan die groei van jouw onderneming. Recent ben je ook uh, sales manager of sales director liever uh, bij BrokerCloud uh, geworden. Hè? Dus uh, een technologie speler vandaag in de markt. Welke rol speelt technologie of innovatie in dat uh, groeiverhaal? Maar ik denk, ik uh, ben er eigenlijk van overtuigd zelfs, is dat dat een, een on. Uh een, een on, dat wordt onmisbaar, in de, in de, ook in de verzekeringswereld. Hè. Je moet altijd, altijd uitgaan van wat de klant wil. Uh -huh. Dus de user experience van de klant. En we zien dat daar technologie enorm ondersteunend werd uh -huh. ja, voor de klant. Hè. Maar daarnaast, uiteraard, is die technologie onwaarschijnlijk belangrijk ook voor de makelaar, omdat uh -huh. men kan door zaken te gaan automatiseren in de werking. Uh -huh. Een enorme tijdwinst tijdswinst gaan creëren. Kan, we zien dat zelf ook nu bij Broken Cloud. Ja, als je ziet welke connecties en welke koppelingen die wij mm -hmm. gemaakt hebben met die technologiespelers, ja, hoe dat je op een heel eenvoudige manier een klantensegmentatie kan maken mm -hmm. en daar dan acties op kan uitvoeren, dan ben ik er eigenlijk van overtuigd dat die technologie een, een zeer belangrijk onderdeel is in de werking om, 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 om toch op in te zetten. Ja. Kevin, misschien als afsluiter. Stel, ik ben een makelaar, ik bekijk dit filmpje en ik denk ik moet echt gaan inzetten op die groei, op die, die organisatie binnen mijn onderneming. Wat zijn de tips die je mij zou meegeven om morgen dat vast te gaan pakken? Ja, dus uh, uh, ten eerste zou ik zeker uh, voor uzelf de tijd maken om een duidelijk plan en een duidelijke doelstelling te maken. Hè. Dus uh, dat je zeer goed weet van oké, okay, wat wil ik het eind van het jaar, waar wil ik staan met mijn kantoor, waar willen we naartoe gaan? Uh, maar ik zou het ook verder bekijken. Ik zou ook mm -hmm. eens nadenken van waar wil je staan binnen vijf jaar, binnen tien jaar? Mm -hmm. En uh, mocht je het ooit, je kantoor, willen overlaten, hoe zou je het willen overlaten? Ja. Dat is belangrijk omdat je dat richting geeft. Mm -hmm. hè? Dus uh, we hebben het daar al, al, al over gehad. Ja, een polestar in feite. Inderdaad. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is dat uh, focus op business development. Mm -hmm. uh, zorg dat je in je agenda dat je vaste momenten voorziet om ook uh, met je klanten bezig te zijn. Mm -hmm. hè? Dus uh, uh, dat je business development kunt doen. Uh, mm -hmm. Maar denk wel altijd na over hoe kan ik toegevoegde waarde brengen. Ja. Uh, dus, uh, dat is een heel belangrijke. Hoe kan ik toegevoegde waarde brengen om niet te gaan uh, evolueren naar een echte polisverkoper, ja. maar echt naar een adviseur ja. die toegevoegde waarde brengt en zo uh, klanten overtuigt ja, om hun behoeftes uh, uh, in te vullen met uw oplossingen? Mm -hmm. En ten derde, omarm de technologie. Ja. De technologie gaat ervoor zorgen dat je nog efficiënter kunt werken en dat je nog meer tijd kunt creëren om de dingen te doen die je graag doet, hè. maar vooral ook om met je kantoor op een gezonde manier futureproof te kunnen groeien. Kevin, hartelijk bedankt om hier vandaag te zijn. Graag gedaan. Voila, deze aflevering van Hello Insurance zit er alweer op. Hebben jullie nog vragen voor Kevin of over groei in het algemeen? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen onderaan dit filmpje. Als je de content interessant vond, geef dan zeker ook een duim omhoog en ik kijk er naar uit om jullie te mogen verwelkomen in de volgende Hello Insurance.